Ja, dan weet ik niet hoe dat verder gaat lopen. De blessures zijn mee bezig. Hopelijk wordt die wedstrijd nog op een ander moment gespeeld. Maar ja, die beslissing zal ik... Daar weet ik eigenlijk helemaal niks van hoe dat gaat gaan. Dus we zullen het wel horen zeker. Maar ik wil er eigenlijk niet te veel over kwijt. Ik weet niet wat er juist allemaal is afgespeeld. Wat de afspraken zijn geweest tussen de twee ploegen. Ik ken ook het reglement niet van buiten. Ja, de beslissing is nu gevallen. Ik heb ook gelezen dat Bocholt een klacht heeft ingediend. Ik vind het jammer. Ik vind natuurlijk het sportieve moet voor mij altijd primeren. De punten inderdaad. De kampioenstitel wordt op het veld beslist en niet naast het veld. Maar ik denk ja, de beslissing is genomen en we zullen wel zien wat er volgt. Maar voor de rest heb ik daar eigenlijk niet echt een uitgesproken mening over. Je connais pas les détails, mais voilà, si les règles, c'est les règles. Je suppose que elles sont là pour ça et il faut les respecter. Geen gevoel, wij doen wat we moeten doen. Wij spelen onze wedstrijd en die trachten we te winnen. Ja, ik weet eigenlijk zelfs niet hoe dat gaat. Dus ik weet eigenlijk niet. Ik neem aan dat beide clubs moeten toestemmen aan het afgesproken uur of datum. Dus ik neem aan dat waarschijnlijk de uitploeg niet akkoord was met de uur. En ja, dan neem ik aan dat de beslissing toch uiteindelijk valt bij de bond. En zij hebben er een beslissing op genomen. Dus ik weet daar spijtig genoeg niet de regels van. Ja, ik heb het een beetje gelezen, maar ik vind het jammer dat dat moet gebeuren. Dat ze daar niet gewoon een akkoord kunnen bereiken. En ja, ik heb de beroep gezien van Bocholt en ik hoop dat dat goed komt. Het zou een beetje belachelijk zijn dat dat al beslissend is. Écoutez, nous on nous a annoncé un petit peu ce qui se passait. On n'est pas trop. Ça, c'est au niveau de la direction entre les deux clubs. Nous, on est joueurs, on s'occupe de s'entraîner et de jouer. C'est pas. Voilà, nous, s'il faut jouer, on joue. C'est, voilà, s'il n'y a pas de match, c'est comme ça. Ik heb dat ergens meegevangen en als ik het bekijk van het bond uit, dan snap ik het. En ik begrijp ook dat Bocholt het niet zomaar laat gebeuren, dus dat is normaal. Ah ja, goed. Als die gespeeld wordt of niet, ik weet het niet. Ik weet niet, dat is eigenlijk niet ons probleem. Het is gewoon voor die ploegen extra recuperatie in dit geval. Maar goed, ik weet niet wat er nu beslist gaat worden. Dat is eigenlijk niet ons probleem. Wij kunnen van afstand kijken wat er gaat gebeuren. En ja, goed. We zullen wel zien wat er gebeurt. Vizé heeft misschien 2 punten extra, maar ze hebben maar 3 op 4 gehaald dit weekend. Dat was de doelstelling. Zorg dat ze geen 4 op 4 halen. Dat heb ik de jongens gevraagd. En dat hebben ze gedaan. Ja, het is heel droevig voor het handbal in het algemeen, denk ik. Ik denk als je als club op die manier punten wil pakken, dan denk ik dat je gewoon heel klein bent als club. Je schaadt de handbalsport ermee. Als het dan nog iets fundamenteel is, dan kan je het nog begrijpen. Maar het gaat hier over het al dan niet doorgeven van het aanvangsuur via een officiële weg. Ja, ik denk als we die weg op gaan, dan denk ik dat het er niet goed uitziet voor het handbal. Handbal moet op het veld gespeeld worden en ik hoop dat we de match gewoon nog kunnen spelen. Je bent regerend landskampioen, dan is dit denk ik niet de manier om voor de dag te komen. Ik weet ook niet wie er achter zit, want ik kan me ook niet voorstellen dat je als speler van Vizé hier oké mee bent. Je wil punten pakken op het veld en anders wil je die punten niet, denk ik.